Ja, ze komen hier door de wand heen zetten. Ja. En je gooit hem achter vol en vol op die verder vol. Net vloog ik gewoon letterlijk met mijn tractor aan al over dat hek heen. Als ik onder het onder de veen val, ik misschien niet hebben geweest. Kijk, nu staan we met z'n allen hier te wachten. Ja. Weet die vent nog serieus? Waarom moet ik nog voor, Lars? Anders zetten we hem toch achteruit. Wat? Achteruit tegenaan. Dan kan jij voor mij lossen. Hey, nieuw trekker of niet? Nee. Nee, dit is wat. Ja, dat was het. Honden misschien. Ah, ik moet net zeggen. Ja, doe het. Waarom ben ik wel in één keer beneden? Oh, wacht, ik ben wel gekanteld. Nee, ik sta weer goed. Kijk op de map. Ja. Gaat een keer. Je gaat ook een paar keer mooi naar ronden. Ja. Oh, daar is die scherpe bocht. Ja. Ja. Oh. We hebben de trein net gemist. Nee. Oh, jammer. Gaan we. 3. Willem! Nou, Lars is al beneden. Met mijn camera even. En wij liggen hier al. Je opschieten, Lars, zodat ik weg ga. Ja. kijk op even de steen. Ja. Oh, ik sta vast. Ik niet. Als Beza dit ook ziet. Sven, zijn we hier? Kom eraan. Waarom hang ik hier ook? Oh, ik sta vast. Ik kijk naar boven. Ja, ik kom verdorie met één heuveltje over en dan sta ik meteen klem. Je had mijn plekje moeten pakken. Ja, het moet zo zijn. Nou. Doe het zo. Jeet. Oh! Ik krijg gewoon een trekker over me heen. Nou, je bent nog wel aardig spraakzaam voor iemand die net geplet is door een trekker. Denk het ook.